Inwoners van Hoorn hebben dagenlang honderden euro's aan hun neus voorbij laten gaan. Er zaten namelijk echte briefjes van 100 euro vastgeplakt op reclameposters van de gemeente, maar niemand heeft dat gezien. De gemeente vraagt met de campagne aandacht voor duurzaamheid. Iedereen zou zeker 100 euro per maand kunnen besparen door zuiniger te zijn met energie. Op de posters zaten dus echte biljetten geplakt. Maar de honderden inwoners die daar elke dag langs reden, hebben het niet opgemerkt. Koningin Maxima heeft gisteravond de Oscars van